een huis met enorme geschiedenis. Het is in 1841 gebouwd, geloof ik. Het was een van de eerste percelen hier in Elde. En de geschiedenis gaat terug tot de bedovergrootvader van Henk, die er nu nog in woont. En dat is fantastisch, omdat hij niet alleen zich verbonden weet met die plek, want anders zouden we er niet meer wonen natuurlijk, maar ook met die hele geschiedenis die daar. Hè. Dus hij heeft talloze verhalen over de bedovergrootvader, over de grootvader, over natuurlijk zijn vader, zijn moeder. En dat is een geschiedenisboek eigenlijk, hè, maar een heel... Ja,